Dag allemaal, in deze volgende video ga ik in op een artikel van Jos Dauma, de vrijgemaakte predikant en theoloog werkzaam in Leuven en in Kampen, over het thema Lectio Divina. En als je niet van kritische beschouwingen houdt, dan zou ik zeggen, meteen ophouden met kijken. Maar als je graag wil weten wat er nou precies aan de hand is en waarom iemand toch... Zou wij dan zeggen, in godsnaam bezwaar kan maken tegen Lectio Divina, en daar zou je nog even verder moeten luisteren. Dan moet ik wel meteen relativeren wat dat bezwaar zou kunnen inhouden, want als het uw hobby is, moet u het vooral niet laten vanwege mij. Maar ik heb daar wel toch enige bezwaren en kanttekeningen bij. Lectio Divina als een manier van Bijbellezen zou wel eens de, naar mijn gevoel, ware protestantse manier van Bijbellezen kunnen verdringen, en dat lijkt me geen goede zaak. Datzelfde geldt voor de nadruk op spiritualiteit, op het volgen van zo'n bepaalde methode, het overslaan van de goede exegese, het vermijden van de echte expositie van een tekst vanuit zo'n context. Het wordt allemaal nogal los uit de schrift gehaald. De nadruk op een soort innerlijke psychologische verwerking die daarbij een rol speelt. Afijn, dat zult u allemaal horen in deze video, maar het is alleen maar bedoeld om uiting te geven aan mijn. Oprechte zorg over de Lexio Divina en wat dat betekent voor de Protestantse spiritualiteit. Ik wilde even aandacht vragen voor dit artikel van Jos Dauma, docent in. Um, Leuven dacht ik, en maar ook in Kampen van de Vrijgemaakte Kerk. Daar is hij afkomstig, daar is hij ook predikant. Die schrijft over de Lectio Divina. Dus die oude monnikentraditie van spiritueel lezen van de, van de Bijbel. Ik heb al eens eerder een interview gedaan met Jarlika de Prente, mijn collega in Brugge, die ook Lectio Divina Uitvoert in haar gemeente, dat aanbiedt dat dan via internet. En die heeft me ook gewezen op Jos Douba in dit verband. We hebben daar een, een, een mooie discussie over gehad. En we hebben onlangs nog met z'n drieën de pioniersvoorganger uit Oost-Ende en Janneke de Prenter, predikant dus in Brugge, en ik zelf, een discussie over het vasten gehad. En daarbij is ook de term gevallen protestantse spiritualiteit. Nou, in dat kader wilde ik dit artikel nog eens uh, lezen en, en daar wat uh, kanttekeningen bij plaatsen. Spiritueel schrift lezen. Nou, dat klinkt op zich wel prachtig, hoewel ik niet zo erg hou van het woord spiritueel. Dat wordt voor alles en nog wat gebruikt en ik weet eigenlijk helemaal niet wat dat nou per se te betekenen heeft. Dat moet dan toch door iemand worden ingevuld. Nou, dan maar eens kijken. Omgang met de Bijbel. De Bijbel is een veelzijdig boek. Ja, zegt mij ook niet zoveel. Bedoelt hij nou dat er een veelheid van genres is? En bij een veelzijdig boek past het dat je er op allerlei verschillende manieren mee om kunt gaan. Ja, maar is dat dan naar nou ons believen? Een van de vormen van omgang met de schrift is de liturgische. De gemeente die bijeengekomen is voor de vierende gedachtenis van Gods tegenwoordigheid leest de schriften. Zingt liederen en luistert naar de vertolking van de schrift en de prediking. Maar ja, goed. Dat betekent dus dat er een liturgische structuur om de lezing en de prediking heen komt te staan. Maar of dat nou een liturgische omgang met de schrift is, en dat vind ik dan eh, toch een wat misleidend taalgebruik. Onze liturgie, ook de Protestantse liturgie, draait om de, het woord van God dat tot ons komt en dan in de prediking vertolkt wordt. En dat is. Zoals Karabart dat zou zeggen, ook een gestalte van Gods woord. Een andere vorm van omgang met de schrift is de wetenschappelijke. Je benadert het boek Bijbel dan als een document om te analyseren met behulp van wetenschappelijke exegetische methoden. Ja, goed, dat is dan de academische benadering. Um, maar dat is niet wat ik onder Bijbelstudie zou verstaan. Dat is niet per se een academische en wetenschappelijke bezigheid. In de theologie speelt deze vorm van omgang een belangrijke en onmisbare rol. Nou ja, dat zal wel. Ik hoop niet dat hij dan bedoelt dat dat de historisch kritische methode moet uh, zijn. Weer een andere vorm van omgang met de schrift vindt plaats in gespreksgroepen of bijbelstudiekringen. De deelnemers lezen een gedeelte van de schrift en zoeken gezamenlijk naar de betekenis die dat schriftwoord heeft voor hun eigen spiritualiteit. Kijk, dat is toch. Dat is voor mij een, een, een markeerpunt van we gaan de verkeerde kant op. Dat het schriftwoord ook een toepassing nodig heeft, en dat we ons dat eigen moeten maken om het ook gehoorzaam te zijn, en in ieder geval er meer dan alleen maar oppervlakkig kennis van te nemen, dat is helemaal juist. Dus als hij nou bedoelt met spiritualiteit het geloofsleven, dan zeg ik ja, maar dat lijkt mij breder en ruimer dan wat hij onder. Spiritualiteit bestaat. Zo kan er ook gedacht worden aan een meer psychologische benadering van de Bijbel. Ah, alsjeblieft niet. Wat is dat nou weer? Aan een dramatische omgang met het woord, bibliodrama. Ah, wat is dat nou weer? Of aan een literaire benadering van de Bijbel als boek van schoonheid. Al deze en andere vormen van omgang met de schrift hebben een eigen en legitieme plaats en ze hebben elk hun eigen doelstellingen. Nee, zeg ik dan. Die psychologische benadering van de Bijbel, laat de Bijbel buik spreken. De dramatische omgang met het woord, laat de Bijbel buik spreken. De literaire benadering van de Bijbel, het boek van schoonheid, laat de Bijbel buik spreken. Want we nemen dan één aspect van tekst en literatuur en leggen dat over de Bijbel heen. De Bijbel wil tot ons spreken zoals de Bijbel tot ons spreken wil. En dat wil zeggen dat het toch in de eerste plaats Torah of onderwijzing is. Waar staat hier die onderwijzing? Een document om te analyseren, dat is niet onderwijzing. Dan is het een object van onderzoek. We zoeken naar de betekenis die dat schriftwoord heeft voor eigen spiritualiteit. Nee, dat plaatst die Bijbel heel sterk in mijn eigen spirituele behoeften. Psychologische benadering van de Bijbel. Maar de Bijbel is helemaal niet bedoeld om ons psychologie te leren of ons zelfkennis te geven. Dat mag iemand als Jordan Peterson dan nog zien als de enige functie van de bijbeltekst. Die dramatische omgang met het woord is een catechese middel, waarbij eigenlijk al alles wat belangrijk is, vooraf gegaan moet zijn, namelijk dat we moeten weten waar dat woord eigenlijk over spreekt en wat het zegt. Om maar niet te spreken over de literaire benadering van de Bijbel als boek van schoonheid, alsof het literair altijd alleen maar met schoonheid te maken heeft. Nee, literaire benadering is dan een bepaalde soort van hermeneutiek, een bepaalde manier van de tekst verklaren. Ze hebben een eigen legitieme plaats. Ik zou dus meteen zeggen: nee, dat is niet het geval. De Bijbel is niet een of ander brok materie dat wij vorm kunnen gaan geven, dat wij in dit opzicht of in dat opzicht kunnen benaderen. De Bijbel wil als geheel Gods woord zijn. In dit artikel wil ik aandacht vragen voor een vorm van omgang met de schrift waarin het spirituele moment heel belangrijk is. Het gaat om de zogenaamde Lectio Divina, letterlijk dus goddelijke lezing. Nou, oh, dat zegt hij ook. Letterlijk betekent die uitdrukking goddelijke lezing, maar liever spreek ik van spirituele lezing. De Lectio Divina speelt een belangrijke rol in de monastieke traditie. In die traditie vormt het een van de belangrijkste middelen voor het zoeken naar God. Nou, dat is helemaal vergeefs als God zich niet laat vinden. En dat zou moeten worden opgeroepen door het feit dat God ons gevonden heeft. Want daar gaat het in de Lectio Divina om, om het zoeken naar God. Om het zich richten op een ontmoeting van aangezicht tot aangezicht. Nou, lezen Augustinus over de ontmoeting van aangezicht tot aangezicht. Deze week bespreken we in Canonial Life Extra over een preek van Augustinus. Die ontmoeting van aangezicht tot aangezicht, die moet nog komen. Dan zullen wij kennen zoals wij gekend zijn, zegt 1 Corinthe 13. Om een God verlangend komen tot de Schrift als de stem van de levende God. Ja, maar de, de, de Schrift wordt niet pas de stem van de levende God als we op die wijze die Bijbel benaderen. Dus ik weet ook niet helemaal wat ik hiermee aan moet. Een zoeken naar God. Nee, God heeft ons al gevonden. Hij spreekt tot ons in de Schrift. Het gaat wel om, om een luisterende houding. Maar God verlangend komen. Ik begrijp niet helemaal wat daarmee bedoeld is. Maar begrijp mij goed, dat zou ook best een gebrek van mij kunnen zijn. En dat ik helemaal geen gevoel heb voor dit soort spiritualiteit. Het gaat in de Lexo Divina dan ook niet zozeer om een meer studieuze omgang met de schrift. Bedoelt hij nou die academische studie? Hoewel schriftstudie wel meekomt en verondersteld wordt. Nou, als het verondersteld wordt, dan zou ik wel willen weten hoe die schriftstudie dan. ...moet verlopen, die je dus hier aan vooraf zou moeten gaan. En dan hou ik mijn hart vast als hij dit zegt. De Lectio Divina is niet gericht op het vergroten van kennis. Nee, natuurlijk niet. Bijbellezen, schriftstudie is dat ook niet. Of het verzamelen van informatie over de Bijbel. Nee, natuurlijk niet. Dat is bij schriftstudie ook niet het geval. Gaat hij nou zeggen dat alleen de Lectio Divina, dus deze bijzondere methode. Uh, uitsluit dat we alleen maar kennis vergroten of informatie verzamelen. Nou, want niet het intellectuele moment, maar het spirituele moment speelt er overal. Nou, in de eerste plaats verzet ik mij tegen de suggestie dat het intellectuele moment moet worden geïdentificeerd met het vergroten van kennis of het verzamelen van informatie. Dat is niet het intellectuele moment, dat is een heel beperkt verstandelijke manier van benaderen van de Bijbel, waarin je ook weer die Bijbel maakt tot een object van onderzoek. En dan de oppositie ten tweede tussen dat intellectuele moment en het spirituele moment, hè, dat er een spiritualiteitsbenadering zou zijn die niet intellectueel is en dan beter zou zijn, eh, daar geloof ik helemaal niet in. Eh, ik geloof er zeker ook niet in dit, de Lectio Divina is gericht op omvorming, de lezer wil in zijn of haar ontmoeting met de God van het Woord vernieuwd worden. De lezer wil in de ontmoeting met de God van het Woord vernieuwd worden. Ja, ik kan van alles en nog wat will willen, maar in geloof ben ik al vernieuwd en ben ik al in staat gesteld om naar Gods Woord te luisteren. Um, de transformatie die is al een werk van de geest in mij, om de oude term te gebruiken, de heiliging gaat al zijn gang. En het lezen van het woord moet op die manier helemaal niet aan een specifiek doel worden gebonden. Hier zie je die enorme tegenstelling weer, of om het heel kort te zeggen: het gaat in de spirituele lezing van de schrift niet om informatie, nee, daar gaat het ook nooit om in de schriftstudie, maar om transformatie. Ja, maar daar gaat het juist ook niet om per se. Het gaat om het horen. Het horen is een houding. Waarin God op mij spreken kan door zijn woord. En als dat woord mij naar transformatie brengt, dat wil zeggen naar zonde, besef en bekering. Want ik vind het wel jammer dat hij die woorden als het ware helemaal buiten beschouwing laat. Die transformatie zou, als je dit leest, bijna iets kunnen zijn wat iedereen meemaakt. Maar je hebt toch de inwoning van de Heilige Geest nodig. Je hebt toch de voorwaarden ook van bekering en zondebesef. Um, de schrift te horen spreken tot jou ook in de gebiedende wijs. He, wat de schrift jou opdraagt om te doen. Een transformatie wil zeggen dat er een soort innerlijke verandering zou moeten plaatsvinden. Maar dat is het werk van de geest, niet mijn werk in de Lectio Divina. Wie de schrift leest op de wijze van de Lectio Divina begeeft zich in een spiritueel omvormingsproces. En de vraag is: als ik dan op die wijze ga lezen, dwing ik dan de geest om dat bij mij te doen? En als de geest daar niet bij betrokken is met een hoofdletter, is het dan een omvormingsproces dat ik in feite aanzwengel en dicteren begeleid. Dat is een proces waarin je met heel je hebben en houden openstelt. Nou, daar kan ik dan wel wat mee, zoiets als de openheid, voor de aanraking door de geest van God. Hou toch eens op met dat woord aanraken. Hou toch eens op met dat woord aanraken. De geest van God spreekt, raakt niet aan, maar spreekt. Dat is allemaal de taal van emotionele verrukking en extase en emotionele omvorming. Dat hoor je zo op die manier niet te doen. Nou, en dan komt er natuurlijk weer de woordspeling die in deze kringen altijd gebruikt wordt. De geest van God, spiritueel schriftlezen is lezen om op adem te komen met een hoofdletter. Want geest betekent ook adem en de geest betekent ook, geest betekent ook wind. Dus waarom zeggen we niet, spiritueel schrift lezen is lezen om in de wind te gaan zitten? Nou, hij wil deze vorm van omgang met de schrift in beeld brengen. Dan gaan we naar de concrete kant daarvan. Guido II, de karthuizer, heeft een brief geschreven. Een nou, klassieke tekst in de literatuur van de spiritualiteit. Een model voor het contemplatieve leven. Eh, ook van groot belang voor de omgang met de schrift. Hij vertelt dat hij begon na te denken. Vier. Stappen zijn er dan. Daar heeft collega De Prent er ook over gesproken. De lectio, de lezing. Dan de meditatio, de overweging. De oratio, het gebed. En de contemplatio, het schouwen. Hoe verhoudt zich dat nu tot het bekende protestantse schema? Van het begrijpen van de tekst. Doorgronden de van wat de tekst tegen mij zeggen wil. De morele betekenis van de tekst. En dan ook de uitvoering daarvan. Dus Bijbelstudie. Als het doorgronden en begrijpen van de tekst. En dan de applicatio, de toepassing van de tekst. En laat die tekst ook echt op mij zeggen wat over mij gezegd kan worden. Met daartussenin, misschien is dat dan hier die meditatio, het totje nemen van wat God hier te zeggen heeft. En dus bijbellezing, wat zegt God nu feitelijk, en dan de toepassing. En dat is de traditionele protestantse spiritualiteit. Maar hier, de lectio, de lezing, hoe werkt dat dan? Nou, laten we maar eens kijken. De lezing brengt als het ware vast voedsel in de mond. Ik denk dat hij dan bedoelt dat die lezing zeg maar puur en sec wordt uitgevoerd. De tekst wordt voorgelezen, maar we gaan niet nadenken over de betekenis, over de strekking. We proberen geen problemen op te lossen die in de tekst zouden kunnen zetten, zitten. De Bijbel is een heel lastig boek. En de vertalingen van de Bijbel zijn ook altijd heel lastig en omstreden en lastig. We lezen hier niet de Hebreeuwse of Griekse tekst. We lezen hier een of andere vertaling. De overweging koud en vermaalt het. Nou, is dat hetzelfde als proberen te begrijpen wat daar bestaat? Het is meer een heel uh, gewelddadig uh, consumeren daarvan. Kouwen en vermalen, dus herhalen en nog eens. En dan de associaties horen die dat bij jou oproept. Associaties die dus allemaal komen van die Nederlandse vertaling. Kouwen en vermalen, in brokjes knippen, uit zijn verband rukken, denk ik dan. Dat is wat er gebeurt in dat kouwen. Als ik voedsel kou, dan, geef ik, dan ontneem ik daar de vorm aan die het heeft. Vermalen wil zeggen dat ik het tot een papje maak wat ik kan inslikken. Is dat nou de bedoeling wat we moeten nastreven? Het gebed verkrijgt er de smaak van. Ja, maar dat is de smaak van een olfarietpotje, want je hebt alles helemaal gekoud en vermaald. En dan moet je dat in het gebed als het ware nog een beetje proberen samen te nemen. Het schouwen is de zoetheid zelf die verblijft en verkwikt. Nou, dat is poëtische taal die ik niet begrijp, maar laten we zeggen dat schouwen, dus dat is de, de, op een of andere wijze de contemplatie over de woorden van de tekst. Nou, de lezing blijft bij de schors. Oh ja, is het lezen van de schrift in zichzelf alleen maar aan de buitenkant gebeuren, iets aan de buitenkant van de boom? De overweging dringt door in het merg. Ik zou zeggen, de uitleg dringt door in het merg. En het is overigens de schrift zelf die dat doet, Hebreeën 4. Gods woord doet dat zelf. Je moet inderdaad je daarvoor openstellen. Dat is tot dusver het enige woord wat ik zou durven overnemen. Je openstellen voor die werking van de geest. En door het woord heen, want het woord is de geest. Je moet er ook niet een grote scheiding tussen maken. Alsof de geest in mij iets moet gaan doen met de Bijbel als hulpmiddel. Nee, de geest doet het door de schrift heen. De schrift is de wijze waarop de geest werkt. Nou, maar dat begrijpt Doma volgens mij niet. De overweging dringt door in het merg. Het gebed is het verlangend vragen. Goed, als hij daarmee bedoelt het gebed als een soort antwoord geven op wat ik gelezen heb. Een vragenderwijs wat ik begrepen heb aan, aan God richten. Heren, heb ik het goed begrepen? Verlangt u dat inderdaad van mij? Eist u dat van mij? En dat schouwen is het genieten van de verkregen zoetheid. Nou, dan gaan we weer die rare zoetheid krijgen. Um, dat zal wel een mooi beeld zijn hier en daar, maar vraag. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Matthäus 5, vers 8. Zie hier een kort woord, maar rijk aan zoete en meervoudige betekenis om de ziel te voeden. Pas op, hè, bergreden. Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Wat is dat voor tekst? Dat is een tekst uit het begin van de bergrede waarin de heer Jezus zijn programma als messiaanse koning uiteenzet en begint met zoals in elke grondwet begint met een mededeling over het karakter van degene die tot dat koning zijn behoren. Zalig de vredestichters, zalig de armen van geest, zalig de zuiveren van hart. De tekst wordt langzaam gelezen en eigen gemaakt. Zie hier een kort woord, rijke zoete. Is dat zoete. Ah. Mag het pittig zijn, ook af en toe. Spicy. Een meervoudige betekenis om de ziel te voeden. Het wordt aangereikt als een druiventros, waarvan de ziel, na hem zorgvuldig te hebben bekeken, bij zichzelf zegt, hier kan iets goeds in zitten. Nou zeg, dat is toch mooi dat je de Bijbel leest en dan bij jezelf denkt, hier kan iets goeds in zitten. Ik zal inkeren in mijn hart en proberen of ik misschien de zuiverheid kan begrijpen en vinden. Wat voor zuiverheid begrijpen en vinden? Wat betekent nou de zuiverend van hart? Dat is niet dat de heer Jezus zegt: zalig degene die inkeren in hun hart en proberen de zuiverheid te begrijpen en te vinden. Zuiverend van hart, vanuit die oud-testamentische associaties die daarbij zijn, zegt onmiddellijk iets van eenduidigheid van wil. De wil is niet die zetel van de emoties. In bijbeltaal: de wil is de zetel. Pardon, dat hart is niet de zetel van emoties, het hart is de zetel van de wil. Inkeren in mijn hart en proberen of ik misschien de zuiverheid kan begrijpen en vinden, moet ik in mijn hart de zuiverheid vinden? Of moet die zuiverheid mij op een of andere wijze geschonken worden? Heeft die te maken met de houding van mijn hart? Heeft die te maken met het werk van de geest in mij, zodat ik zuiver ben, dat wil zeggen zonder bijbedoelingen in mijn handelen? Gericht op datgene wat God wil. En dat ik daarmee, zeg maar, God zie. Dat betekent in Matthäus 5 niet letterlijk zien. Het is niet uh, uiteindelijk de, 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 de contemplatieve visio van, uh, van God. Hè, maar dat is dat je de hand van God waarneemt in de werkelijkheid en in de geschiedenis. En dat is dan de lectio. Inkeren in mijn hart om te kijken of je de zuiverheid kan begrijpen en vinden. Er is niets aangereikt hier. Om te begrijpen wat die tekst zegt, want de context is verdwenen. We weten niet meer wat de zaligspreking is, blijkbaar. En we weten niet wat het betekent dat de Heer Jezus in die tekst een weergave geeft van de mensen die eh, geschikt zijn gemaakt om het Koninkrijk van de Hemelen binnen te gaan. Met vlak daarna, Matthäus 5, vers 17, de belang van de gehoorzaamheid aan de geboden. En dan krijg je dus de mogelijkheid dat die zuiverheid van hart iets gaat worden. Wat helemaal losgemaakt is van de gehoorzaamheid aan Gods woord van Matthäus 5, vers 17. Meditatie, de tweede stap. Na nou, de kennismaking met de tekst. Maar dat is een kennismaking waarin ik meteen al heel psychologisch ga kijken naar wat de tekst kan zeggen. Begint een aandachtige overweging. Deze overweging blijft niet bij de oppervlakte van de tekst. Nou, alsof dit de oppervlakte zou zijn. Dit is een of andere verdraaiing, denk ik. Maar stoot door naar de kern. Daarbij spelen andere schriftplaatsen een belangrijke rol. De schrift legt immers de schrift uit. He, he. Zo gaan in de overweging van Matthäus 5, vers 8 ook andere schriftwoorden meeklinken. Nou gaan we de context krijgen, mensen. Nou gaat hij praten over de bergreden, de functie van de bergreden. Oh, wacht even. Als het gaat om de zuiverheid van hart, bijvoorbeeld. Wie mag de berg des Heeren beklimmen? Wie mag staan in zijn heilige steden? Die rein is van handen en zuiver van hart. En schep mij een rein hart, o God. Ja? En de overweging van de woorden: zij zullen God zien, wordt meegekleurd door bijvoorbeeld: Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen. Die de overweging. Ja, maar. Wat is er dan uitgelegd hiermee? Wat is er dan begrepen hiermee? We hebben een parallelle plaats of een andere plaats gevonden waar dat woord zuiver van hart voorkomt. Wat zegt het in die context? Psalm 24 vers 3 en 4. Wat betekent daar rein van handen en zuiver van hart? Is dan dat zuiver van hart niet ineens iets heel anders geworden? Dan watgene, wat, wat hier bedoeld wordt met inkeren in mijn hart en de zuiverheid proberen te vinden, is zuiver van hart niet datgene wat blijkt uit de reinheid van de handen, dat wil zeggen, uit die morele status, hè, dat ik de gerechtigheid doe, schep mij een rein hart, wat juist wil zeggen dus dat dat reine hart niet door mijzelf gemaakt wordt, geen transformatie is die ik met een lexio divina kan bereiken, maar die mij dus gegeven moet worden. Denk maar aan wat Deuteronomium zegt over de besnijdenis van het hart. En de overweging van de woorden, zij zullen God zien, wordt meegekleurd door bijvoorbeeld, maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen. Dat alles verrijkt de overweging. Oh ja. Waar blijft de context? Waar blijft de betekenis van de tekst precies in Matthäus 5? Tussen de beide andere gedeelten in. En hoe functioneert dan de context van Psalm 24, vers? 3 en 4, en de context van Psalm 51. Binnen de ruimere context van de Bergreden. Dat hele belangrijke werk van de exegese. En het begrip van de tekst. moet ertoe leiden dat we begrijpen wat God hier zeggen wil. Maar we willen helemaal niet vinden wat God wil zeggen. We willen vinden wat de tekst ons te zeggen kan hebben. En dat is heel iets anders. Dat blijkt dan. Dan houden nou we dit maar eens even. Ziet ge nu hoeveel sapper vloeide uit een heel kleine druiventros? Wat een groot vuur ontstond uit een vonk? Ja, als je zo'n Bijbeltekst helemaal losneemt en je gaat zitten associëren, en je gaat je eigen invulling van de termen geven, ja, dan is het een groot vuur. Hoezeer de kleine massa zalig de zuivere verhaal ze zullen God zien, zich uitbreiden op het aanbeeld van de overweging. Nou, dat is een prachtig beeld, want dat is exact wat er gebeurt. Zoals een smid met een hamer. De, een, 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 een massa gloeiend metaal naar zijn eigen inzichten zit te vormen. Dat is precies wat we hier aan het doen zijn. Door deze vonken ontbrandt begint de ziel, nu het albas gebroken is, een voorgevoel te krijgen van de zoetheid van de balsum Nou, dat is allemaal die gijo nou, maar Het blijkt dan dat de lezing en de overweging dit verlangen niet kunnen stillen Nou ja, dat kan ik me wel voorstellen, want er is nog steeds niks begrepen. De Heer heeft nog steeds niet door Zijn Woord tot ons kunnen spreken, want de ervaring van de zoetheid moet van boven worden geschonken. Houd toch op met die zoetheid. Daarom verootmoedigt de ziel zich en neemt haar toevlucht door het gebed, want wie de schrift leest en overweegt zal merken dat het kennen en ervaren van de God die spreekt in het Woord, in het Woord, die spreekt door Zijn Woord, van de God die spreekt, want dat is het Woord niet op eigen kracht te bereiken is. Nou, dat is wel mooi. Heer, u die zich alleen aan de zuiveren van hart laat zien, ja, als exegese ook niet helemaal fantastisch, door lezing en overweging tracht ik te weten te komen wat ware zuiverheid van hart is. Ah, komt daar niet een soort psychologie kijken? Is die zuiverheid van hart niet gewoon te begrijpen als eenduidig willen doen wat God vraagt? Zodat het allerbelangrijkste wordt om te ontdekken wat God dan van ons vraagt. Ik zocht uw aanschijn, Heer, uw aanschijn zocht ik en tijdens mijn overweging groeide een vurig verlangen u dieper te leren kennen. Maar wel op mijn voorwaarden. He. God leren kennen, maar dan wel in en door mijn hart en mijn overweging en mijn meditatie. Niet meer in de schors van het woord, maar in de doorleefde ervaring. Mijn doorleefde ervaring is een diepere laag dan wat het woord ons te bieden heeft. Dus wat ik kan begrijpen van het woord, wat ik kan begrijpen uit het geheel van God's woord, zoals dat dan geconcentreerd in die ene tekst naar voren kan komen, dat is dan de doorleefde ervaring waarin God spreekt. God spreekt niet door zijn woord, God spreekt in die doorleefde ervaring van het woord. Ik geloof er niks van. Geef mij dan heer een onderpand van uw toekomstig erfdeel, tenminste een druppel van uw hemelse dauw om mijn dorst te lessen op de brand van liefde. Nou, dat gaat helemaal mystiek de verkeerde kant op. Wie zo bidt, krijgt antwoord van de Heer. Dat is een prachtige bewering. Als je op die manier bidt, nou je krijgt het hoor. Ja, nou, waarom krijg je dit? Omdat dat gebed jou zelf tot een transformatie brengt. Dat je op een bepaalde manier gaat kijken naar Gods woord. En ik denk dat de openheid voor wat Gods woord zelf wil zeggen, dat helemaal verdwenen is. We hebben dat woord helemaal precies op een bepaald spoor gebracht, waar het woord moet doen wat jij zoekt. Op het kloppen op de deur gaat de deur open, komt God naar je toe. Ah ja, oké. Okay. Zo simpel is het. De Heer wacht niet tot het gebed beëindigd is. Midden in het gebed onderbreekt hij het en begeeft zich haast naar in de ziel. Nou, laat dat helemaal zitten. Dit schouwen is genade van God en deze genade wordt door hem verleend wanneer hij wil en aan wie hij wil. En dat betekent dat God zich ook kan terugtrekken. Ja, dat is allemaal helemaal vanzelfsprekend. Maar, eh, dat geldt niet alleen maar voor de Lexio Divina, dat geldt voor elk gebed. Deze vier trappen hangen onderling nauw samen, ze kunnen niet zonder elkaar en bouwen op elkaar voort. Eerst komt als basis de lezing. Zij brengt ons de gegevens voor de overweging. Nou, beste mensen, dan heb je verkeerd gelezen. De overweging zoekt met heel wat zorg wat men moet nastreven. Ja, maar dat is dan mijn overweging. De schrift moet zeggen wat ik moet nastreven. En als het ware uitgravend. Ja, maar dat is, dat is toch heel iets anders dan. Je hebt een mooie woord bij, uh, bij Estra. Dat wordt geloof ik in het boek Nehemia van hem gezegd. Want Estra zette zijn aangezicht erop om het woord van de schrift te onderzoeken. Le dares, Te onderzoeken om daar de betekenis uit te halen. Hè, om te vinden wat erin zit. Zeker. Maar dat is niet op deze manier gebeurd. Dat is niet op die mystieke manier gebeurd. Dat is lezen en begrijpen en de grammatica begrijpen en ontdekken hoe God spreekt en wat hij op meerdere plaatsen over hetzelfde zegt. Context, context, context ervan begrijpen. Expositio is dat. Dat woord ontbreekt, hè? Dat woord ontbreekt. Expositio. Het uitstallen, het uitpakken van de boodschap die met zoveel helderheid, maar ook tegelijkertijd heel beknopt aan ons gegeven wordt. Niet uitgraven, dat is een archeologisch beeld. Ik ga de diepte in om zelfstandig naar de fundamenten daarvan te vinden, te zoeken. En die schat is verborgen. Ja, het Koninkrijk is een schat in de akker. Maar nergens vind je in een beeld dat het woord van God, het onderwijs van God aan ons, een schat is die we te vinden hebben. Maar daar de overweging hem niet aan zichzelf kan verkrijgen, leidt ze ons tot het gebed. Ja, dat we in onze exegese, in, ons, in onze poging om te begrijpen wat God zegt ook bidden bezig moeten zijn, niet daarna moeten gaan bidden, maar terwijl we bezig zijn, de houding van gebed moeten aannemen. Dat lijkt me wel vanzelfsprekend. Maar toch niet dat we eerst lezen en dan overwegen en vervolgens dan gaan bidden. Dus daarvoor niet met gebed zijn bezig geweest, niet met exegese zijn bezig geweest, niet hebben we dat begrijpen, maar we hebben dat alleen maar een beetje in ons hart willen terugvinden. Het gebed rechtstreekt met alle kracht wat God heeft verkrijgt, de zozeer begeerde schat, namelijk, ah oh, nee toch, ja hoor, ja, de zoetheid van het schouwen. Nou, okay. Lectio Divina nu. Een ingewijd zijn in de schrift is verondersteld. Nou, dat is er niet. Dat is er niet. De lexo Divina moet vergezeld gaan van een meer studieuze benadering van de Bijbel. Nou, laten we dat begrijpen van de Bijbel eerst maar eens heel serieus nemen en hier heel uitgebreid doen. En niet op deze oppervlakkige manier. Heel concreet kan dat bijvoorbeeld betekenen dat je bij de tekst die je in de lexo Divina wilt mediteren, eerst via een concordantie een aantal andere schriftplaatsen zoekt er in dezelfde woorden of thema's aan de orde zijn. Pardon! Hoe zit dat met de context? Er waren drie belangrijke zaken, zijn docenten ooit tegen mij. In de eerste plaats de context, in de tweede plaats de context, en in de derde plaats de context. Ontdekken hoe een woord staat in een samenhang. Een onderdeel is van een reeks van geboden, een onderdeel is van een vermaning, een onderdeel is van een illustratie, een onderdeel is van een historische vertelling. Ontdekken waar het staat en wat het vanuit dat die context betekent. Dezelfde woorden zoeken veronderstelt dat we bij die andere woorden ook naar de context kijken om te zien of weliswaar hetzelfde woord gebruikt wordt, maar of dat niet toch betekent dat het een andere betekenis en strekking heeft. Ik geloof dat de lectio divina als geheel moet worden gedragen en voorafgegaan door het gebed. Ja, natuurlijk. Wil schriftlezen werkelijk spiritueel schriftlezen worden? Dan moet de spiritusgeest van God om hulp worden aangeroepen. Dat horen wij liturgisch af te wijzen. De geest wil op Christus wijzen. En wij bidden niet tot de Heilige Geest. Ten diepste wil de Lectio Divina zijn schrift lezen in de geest. In de kracht van de geest. Ja, een andere manier is niet mogelijk. En daarom is de Lectio Divina niet die bijzondere methode om in de geest te lezen. Alle schrift lezen hoort een lezen te zijn. Waarbij we de schrift accepteren als een werking van de geest. Dus openstaan voor de werking van de geest in de schrift. En beseffen dat de geest de auteur is van de schrift. En daarom moet de de divina niet beginnen bij de letter, maar bij de geest. Nee, dus niet. Het moet juist beginnen bij de letter, want in die letter, hè, uh, elke grafe, zegt 2 Timotheus 3, is Theopneustos. De letter is hier geest vervuld. En je moet hier niet... Op de manier van 2 kwart 3 letter tegen geest gaan zitten, uitspelen. Dat is een hele luie anti-intellectualistische opstelling. Het is alleen maar de letter, maar je moet naar een of andere mystieke inspiratie. Dat betekent eigenlijk dat je een vrijbrief geeft aan iedereen om zo'n beetje zijn eigen betekenis in de, in de tekst te lezen. Dat is wat schriftlezen in de geest betekent. Het model van G.J. lijkt nogal naar binnen gekeerd te zijn. De Lectio Divina loopt uit op het schouwen van God. Mijns insieks, moet moeten omgaan met de schrift, echter altijd uitlopen op de terugkeer in het leven. Dat is een soort van protestantse correctie dan. De Lectio Divina moet doorwerken in de dagelijkse omgang met medemensen. Nou ja, dat kan eigenlijk alleen maar als je in de expositie van de schrift, die biddende, het biddende ondergaan van Gods woord in de schrift, feitelijk ook wordt gewezen op je plicht met de medemensen. Je kunt dat niet... Als je iets over God leert in je schriftlezing, kun je dat dan zomaar laten doorwerken in je dagelijkse omgang met medemensen Dat is helemaal niet zo eenvoudig en helemaal niet zo makkelijk gezegd. Daarom zou aan het model een trap moeten worden toegevoegd. Daarvoor kan een andere uit de monastieke traditie bekende term worden gebruikt, operatie of werkzaamheid. Nou, ik zou dus in ieder geval zeggen: laten we dat woord expositio laten voorafgaan aan het begin. En laten we begrijpen dat de intellectuele activiteit van het begrijpen van de schrift een geestgewerkte en uh, naar God verlangende werkzaamheid is. Van ons. Waarin de werkzaamheid van ons uh, intellect samen gaat werken met de werkzaamheid van de geest. Ik hou er niet van dat op deze wijze het intellect als het ware naar de derde of vierde rang wordt verplaatst. Dat is niet het geval en dat kun je helemaal niet opvangen door te zeggen, weet je wat, ik ga even in een concordantie kijken of het woord elders nog voorkomt en, en daar nog wat inspiratie uit halen. In een concordantie krijg je een fragment van de tekst te zien, je begrijpt nog niks van de context en dat is heel gevaarlijk om op die manier exegese te doen. Het gaat in de operatie om een getransformeerd leven, nou, ik vind dat nogal eigenwillige godsdienst, volgens Colossen 3. Nou, het eigen model voor Lexio Divina geeft hij dan hier oratio, lexio, meditatio, oratio, operatio. Nou, ik zou zeggen, het gebed om de geest, liturgisch heel mooi, een biddend lezen, prachtig, maar niet alleen maar lezen, niet alleen maar een lexio, maar een expositio, eh, vraagt het geheel naar het gedeelte. Naar, de bijzonderheid lezen, problemen formuleren, vragen formuleren, die vragen beantwoorden. Daar hoort concordantieonderzoek op een voorzichtige wijze ook bij. Maar het is vooral het lezen van goede commentaren, uit verschillende hoeken, om een indruk te krijgen van de verschillende wijzen waarop in het verleden al die tekst is gelezen. En ja, mensen, toch niet alleen maar die ene Nederlandse vertaling lezen. Dan wordt je helemaal niet duidelijk wat er staat. Meditatie overweging, ja, maar dus niet als een mystieke zoektocht in het eigen hart over wat het allemaal te betekenen kan hebben. Want dan is de vertaling doorslaggevend en jouw indruk van de betekenis van de woorden doorslaggevend. En er is geen concordantie die jou zal duidelijk maken dat het hart niet in de eerste plaats misschien nog helemaal niet bedoeld is als de zetel van de emoties. Dus bij zo'n tekst als hier als voorbeeld wordt gegeven, ga je meteen totaal de verkeerde kant op. Oratio, gebed, operatio, doorwerking, ja waarom niet applicatio? Als het gebod van de here helder spreekt, de toepassing daarvan, zien dat dat ook in het ethisch leven ook inderdaad een, een plaats krijgt dat we inderdaad gehoorzaam zijn. Datgene wat in deze les door Divina ervaren wordt, laat zich niet, niet goed in het model onderbrengen. Nou, dat lijkt me vanzelfsprekend en helemaal niet zo erg. Die ervaring kan enerzijds worden getypeerd als fruitio, een oude Augustinische woord, het genieten van God, en anderzijds als tentatio, de aanvechting van het niet kunnen vinden van God. Nou, mogen we niet gewoon genieten van het feit dat God ons gevonden heeft? Mogen we niet genieten van de woorden van genade uh, die in de schrift over ons heen worden gegoten. Mogen we niet genieten van de status die wij krijgen als we de schrift lezen en die de schrift ons duidelijk maakt. Mogen we niet ondergaan, niet in het niet kunnen vinden van God, maar ondergaan dat de schrift ons handelen ook veroordeelt. Waar zit hier de veroordeling van onze zonden die de schrift ook aanreikt? Die aanzet tot berouw. Waar zit dat hier? Dit is een hele neutrale praktijk wat dat betreft. En daarom vind ik het geen voorbeeld van protestantse spiritualiteit. Omdat de vergeving en de zonde en het berouw, zoals dat in de context van Psalm 51, trouwens, die wel hier geciteerd wordt, maar de context van Psalm 51, heel nadrukkelijk een rol speelt. Dus je had dat in zo'n lexorifina nooit mogen weglaten. Maar waar is dat gebleven? Hoort dat niet bij de protestantse spiritualiteit om te beseffen dat wij zondags zijn. Op genade zijn aangewezen en dat we dat steeds weer opnieuw mogen zoeken. Steeds weer opnieuw, niet voor de eeuwigheid, maar wel voor onze omgang met God. Die niet beperkt mag worden tot dat zoeken naar God en dan het vinden van God en het God zien en andere zaken die hij hier naar voren wil brengen. De omgang met God is niet beperkt tot het genieten van God. De omgang met God is simpelweg ook de dagelijkse gehoorzaamheid aan zijn geboden. Als wij zondig hebben we een voorspraak bij de Vader, de Jezus Christus de rechtvaardige, zegt 1 Johannes 2. En het is een zonde op zichzelf als we ontkennen dat we gezondigd hebben, maar wanneer wij onze zonde beleiden, beleiden is van zonde in het gebed, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid, hoe doet God dat? De vergeving zegt hij ons aan in zijn woord. En de reiniging voert hij aan ons uit door zijn woord. En dat is heel wat anders dan deze lexer divina, die de, dus het gevaar met zich meebrengt dat andere vormen van omgaan met de schrift daardoor irrelevant lijken. Dit is prachtig neutraal, dit is een beetje meditatief, dan mag je bij jezelf te raden gaan. Je hoeft niet de moeite te doen om al die commentaren te gaan zitten bekijken en vergelijken, om verschillende Bijbelvertalingen te gaan zitten vergelijken. Je hebt voldoende aan een concordantie. En als je die niet hebt, zal het toch ook wel werken? Of dan doet iemand anders dat toch voor je? Een korte, eenvoudige leidraad voor de Lectio Divina. Er komen natuurlijk dit soort teksten. O God, gij zijt mijn God, u zoek ik mijn ziel dorst naar u. Nou, dan gaan we natuurlijk over dorsten nadenken en wat die ziel precies is. En dan gaan we onze eigen ideeën overgeven. Zoek een plaats waar stilte heerst. Neem een lichaamshouding aan die ontspannenheid uitdrukt. Kom op het rippen van je adem tot rust. Word je bewust van Gods tegenwoordigheid? Is Gods tegenwoordigheid daar zomaar een gegeven? En dan komt er dit gebed. Geest, adem van God. Nogmaals, volstrekt onbijbels om, om tot de geest van God te bidden. Die geest zoekt niet gebed voor zichzelf. Die geest die bidt in ons. Het is onzin om te bidden tot de geest. Als Romeinen 8 duidelijk maakt dat die geest in ons werkzaam is. Woon in mijn hart. dat is al zo. Die geest woont toch, de vader en de zoon ook. Wat niet uitsluit dat we tot de vader en de zoon bidden, maar dat is helder. Maar de geest, daar bidden we toch niet voor. Open mijn oor voor het geluid van Gods stem in Jezus' naam. Amen. Nou, daar gebeurt van niks. En nog eens en nog eens maak je de woorden eigen, zie ze met je ogen, proef ze op je tong, tast ze met je handen. Nee, kom tot een expositie, stel vragen. Niet je de woorden eigen maken als dat betekent dat ik ze naar mijn eigen interpretatie, mijn eigen persoonlijke begrippen van toetrek. In plaats van te blijven bij die woorden daar en in een expositie probeer te bepalen wat daar eigenlijk gezegd wordt. Overweeg, luister intens aan de woorden van de tekst. En als je ze begrepen hebt, dan heb je al geluisterd. Begrijpen en luisteren en gehoorzamen is eigenlijk in oud-testamentische taal een en hetzelfde. Begrijpen, luisteren. Ja, maar luister aandachtig, luisteren. Niet naar die woorden om er dan van binnen, hier, laat ze klinken in je hart. Nee. Je moet ze toepassen op je hart. Je hart moet op één lijn komen met die woorden, maar je moet ze begrijpen. En laat andere teksten meeklinken. Dat is dat eigenzinnige werk van die concordantie. Hoor zo de muziek van Gods geest. Ah, dat is natuurlijk zoete muziek enzovoort. Laat je door Hem aanraken en omvormen. Nee, 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 nee. Nou, ik hou er maar mee op. Ik had niet verwacht bij een dominee uit de vrijgemaakte kerk zoveel te vinden waar ik helemaal niks mee kan en waar ik eigenlijk heel erg tegen ben. En ja, zo gaat dit zijn eigen gang. Ik heb in eerste instantie gedacht: Lex Divina, dat gaat toch om de betekenis van de tekst. Het is misschien wel een wat formele manier om bijbellezer vorm te geven, maar ik begin steeds meer te denken. Dat de spiritualiteit van die Lexio Divina er helemaal naast zit. Op zijn best is het onschuldig. Maar het leidt niet toe waar, waar het eigenlijk om gaat: het begrijpen. Dat is een van de kritiekpunten die Emmanuel Levinas over het christendom gezegd heeft. Dat is een, hij zegt dat het een godsdienst is voor kleuters. He, kleuters die onder de indruk willen raken en woorden niet per se begrijpen. Maar laten we zeggen, vooral eh, horen. Uh, naar de klank en naar de indruk die het maakt een volwassen godsdienst zegt Levinas die leest en die bepaalt wat God van je vraagt wat God gebiedt en dan ga je het doen en je gaat nadenken over hoe je het moet gaan doen daar hebben we, zouden we onze handen vol aan moeten hebben maar in plaats daarvan worden we afgeleid met ja, deze vriendelijke uh, manieren van de Bijbel een beetje laten buik spreken door zoete, vriendelijke, aardige, gezellige woorden tot ons te spreken die we dan aangeven voor het werk van de geest. De geest wil de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En hier is de geest ons zoete klanken aan het voorspiegelen eh, omdat wij van God mogen genieten en wat jammer dat we hem af en toe niet kunnen vinden maar de Lectio Divina haalt hem dan wel dichterbij. Dus... Uiteindelijk ben ik toch heel wat minder positief dan ik was in het gesprek met Jannica de Prenter. Ik denk dat dit geen protestantse spiritualiteit is. En ik denk dat het gevaarlijk kan zijn als het exponerend, exponerend lezen van de schrift, het begrijpend lezen van de schrift, het toepassend lezen van de schrift, ook als bron van kennis over zonde en. Uh, over het goede dat ons te doen staat. Als dat naar de zijkant wordt eh, geschoven. Als de schrift niet meer ons kan vertellen van de grote daden van God. Van het karakter van de Heer Jezus. Maar ons altijd iets moet vertellen wat in de diepte van onze ziel. Eh, aan het zich aan het roeren is. En, en daar moet het vrees tot stilstand brengen. En daar moet het een goed gevoel geven. Dan denk ik dat de schrift misbruikt wordt. En dat de heilige Geest in zijn eigenlijke werk. He, namelijk de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel in zijn eigenlijke werk, namelijk ons in herinnering roepen, alles wat Jezus tot ons gezegd heeft. Ons in herinnering roepen, de woorden die hij sprak, die nu onze geboden zijn. Wie mij lief heeft, onderhoudt mijn geboden, zegt de heer Jezus. Dat wordt allemaal hier terzijde geschoven. En het vergeet dat er een spiritualiteit tussen aanhalingstekens al is van het schriftlezen, namelijk wanneer ik mij al biddende, Openstel voor wat godsgeest door het woord heen mij te zeggen heeft. Dat is niet de schors, maar dat is het woord van de Heilige Geest. Dat is niet schors waarachter ik dan de diepte in moet, maar dat is een heel diep spreken. Dat is niet een aanraken, maar dat is een toegesproken worden. Dat aanraken blijft heel oppervlakkig en het zit er buiten, dat is een tik geven. Nee, een werkelijke, werkelijke dialoog ontstaat. Biddend antwoord geven op wat de Schrift tot jou zegt. En dus ook biddend je openstellen voor wat de schrift zegt. Dat is de protestantse spiritualiteit die hier bij Jos Dauma in de Lexio Rivina geheel en al verloren gaat. Dank voor het kijken en luisteren en graag tot de volgende keer.